Hey kijkers van Dus David Games en welkom bij een uitlegvideo. Ik heb ontzettend veel vragen over, ja, wie is nou Empire? Nou, ik ben zelf heel vaak Empire, Edgar is Empire, Ronald, Jeroen, Milan. Gewoon de vertrouwelijke mensen, zeg maar, van de server, die spelen Empire. Het is ook onmogelijk om Empire te joinen. Want Empire is gewoon te machtig en ik heb gewoon gezien wat er gebeurt met spelers. Als die te veel macht hebben, dan worden het van die echte dictatortjes. En ja, oké, het past er wel bij, alleen mensen gaan dan toch een beetje hun eigen ding doen. En voor een solide verhaallijn is dat gewoon niet tof. Dus dat is een beetje het verhaal van de Empire. Empire bestaat dus eigenlijk niet. Het zijn ook geen mensen die altijd aanwezig zijn. Ze komen tijdens de livestreams, tijdens de opnames komen ze. En ja, ze hebben dus Enchanted Diamonds. Het meeste is uiteraard gewoon in God Mode gespawnd. En het is gewoon de bedoeling omdat wij een soort van uber monsters mensen wilden maken. Die gewoon supersterk zijn en waar mensen dus altijd tegen opkijken en waar ze tegen moeten vechten. De vraag was echter, wat was nou dat magie wat ze hebben? Nou, die heb ik hier. Dat heet de Empire Wand. En Empire Wands, dat is zeg maar het meest OP'e ding ooit. Het is een Blaze Rod, zoals je ziet. En er zitten een aantal spells op die zij kunnen doen. Dat doen wij zodat een Empire in ieder geval nog zich kan verdedigen tegen 10 man. Hij kan inderdaad wel dood, maar dan moet je gewoon heel goed PvP kunnen. En wat kan zo'n Empire Wand nou? Dat ga ik jullie dus even laten zien. Het kan een aantal dingen. Dit is wat hij heeft, is de Spark. Wat een spark doet, dat simuleert in feite een lightning bolt. En dat doet damage, ongeveer 2 hartjes. Het is een leuke spel, alleen dit is de Big Spark. En deze doet 3 tot 4 hartjes en heeft ook iets meer range zoals je ziet. En deze is echt super, super, super vervelend. Dan hebben wij hier de, moet ik even kijken, de vlammenwerper. Waar je cursor staat, daar komt Fik. En doe je hem nog een keer en dan is hij uit. Kijk, dat is een heel vervelende spel zoals je ziet. Ja. Dan hebben wij hier volgens mij de Comet. Nou, ik zal het je laten zien. Boom. Ja. Dat is gewoon een vliegende TNT. Zoals je ziet, redelijk krachtig. En dan hebben we hier mijn favoriete. Dat is de explosie, de vlammen. Die doet hetzelfde als de vlammenwerper, alleen dan 1 per keer. Zo, zie je dat? Kijk, en dan stel je voor, daar staat iemand en daar staat iemand. Dus die twee dingen zijn mensen. Dat doe ik gewoon zo. En dan schiet je ze helemaal naar de Filistijnen. Ik zal even de chat aanzetten zodat ik kan zien wat ik doe. We hebben namelijk nog een paar. En dat zijn de volgende. Spark. Oké, launch. Ja, launch. Kijk, als je launch doet. Boom. Er gebeurt niks, denk je. Nou, wacht maar tot je het hier doet. Boom. Dan schiet je dus omhoog. Boom. Superleuk. En die schiet alle dieren omhoog en alle spelers. Dus dat is ja, best wel grappig als het gebeurt, zeg maar. En als je geen verderval hebt, dan doet het toch wel een klein beetje damage. En dan hebben we nog de Confuse. Dat is deze. Dat ziet er vet uit, hè? Nou, die doet dus een beetje damage. En als je erin staat, dan... Wow, dan begint het helemaal te tollen, jongen. Oh, ziet hem. En je kan dan al bijna niemand meer raken. Dat is echt super vervelend. Bam, 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 bam. Ja. En wij kunnen dat... Oh, kut. Moet ik het wel goed doen? Heal. Dan is het afgelopen. Of als je melk drinkt, dan is het ook afgelopen. Nou hebben wij voor Empire hebben wij een aantal verschillen. Rachkratos die gebruikt uiteraard deze heel erg. En de Confuse. En ik gebruik met Rachtanatos... heel veel, ik ben altijd recht Thanatos. Gebruik dus heel vaak de flamethrower en de explosie. Deze. Oh, zo mooi.
één groot feest. Nou, dat zijn de plugins dus van de Empire. Die gaan we uiteraard niet weggeven. Net zoals wij de seed van de map ook niet gaan weggeven. Ik weet dat mensen het heel graag willen, maar dat maakt onze kingdom zo uniek. In de hands, ja, jongen. Oh, waarom vliegt niet in de hands? Nou ja, goed. Ik dacht, ik laat jullie gewoon even zien, want er zo ontzettend veel vragen over waren. Binnenkort weer meer op Kingdom.nl. Als het goed is, komt er vandaag een video online over Atla. Dus die zou ik zeker even checken. En dat was hem alweer, jongens. Bedankt voor het kijken. Doe even een like als jij ook op de Kingdom server wil. Want wij inviten nog steeds nieuwe mensen. Tenminste, ik wel. En heel veel anderen ook. En ja, ik ga nog even dingen kapot maken hier. Want het is gewoon zo leuk.